Welkom dames en heren bij No Limit aflevering 17. Ja, ja. Het gaat toch allemaal weer snel. Het is ook bijna vakantie en ik moet niet, dus dat is eikut. Goed. We gaan weer 3 achtbanen doen. Dit is de laatste van deze dingen, want ik heb bijna examens. Volgende week komt er geen No Limit online. Er komt nog een video online, maandag extra. Hoe en wat. Maar ja. We hebben hier voor 3 achtbanen. Oasis, Olympia Looping en Pergerin. Ja. Maar natuurlijk moeten we starten met de eerste. En oké, even die wegvangen. Dit is Oasis, dus we gaan Oasis eens eventjes laden. En Oasis is geladen. Foutmeldingen zijn irritant, dus we klikken ze weg. We starting up. En we gaan Oasis dus bereiden. We krijgen een achtbaan in het sneeuwgebied. En ik denk dat we een afschietachtbaan inderdaad krijgen. Ik denk dat ik maar geen punten zo moet verwachten. Want we hebben normale karretjes. Dus ik zal maar geen afschietachtbaan, of ja, geen loopings verwachten doen. Maar toch op zich is het dan een leuk baantje. Veel bochtjes. Sneeuwgebied. Ja. Alleen, zijn we er al? Oh, we zijn er al. What the fuck, heel snel. We zijn er gewoon al. Oasis. Een heel snelle achtbaan is al een ingang gemaakt. Of wat moet het zijn? Ik denk het wel. Een wachtrij. Vind ik het jammer dat ze dit gemaakt hebben. En dat we er toch niks aan gedaan hebben. Oh, het is gewoon een platform. En waarschijnlijk weet ik ook waarom het wit is. Omdat hij dus de texture niet vond. Dat was dus bij mij de foutmelding. Hij vond een texture niet. En dat was inderdaad een gras texture. Dus dat was inderdaad dus met die foutmelding waar dat over ging. Ik weet ook graag. Kijk, als je rechter kijkt, kijk het verschil. Een rechte baan. Je heeft zo de normale dingen en dan als je een bocht gedeelte gaat hebben, dan gaat die keer een extra ding krijgen erom. Maar op zich, daar gaan we nu eigenlijk niet naar kijken, want dat is er nu zo eenmaal. Een heerlijk leuk baantje geweest. Dus het is een kort, maar krachtig baantje. Ik vind het wel een leuk. De volgende die we gaan doen is Olympia Looping. En Olympia Looping is geladen. Ik ben benieuwd wat ik mij moet voorstellen. Dit zijn wel loopings denk ik, aangezien de naam Olympia Looping. En deze ken ik, want deze staat in No Limit standaard, maar dit is niet die wat er standaard in staat. Want die wat er standaard in staat, die heeft nog een extra attractie hier zo. En dat is op een parking gebouwd. Maar dit is dus wel degelijk die wat ik ken, Olympia Looping. Maar deze komt in No Limit 1, hè. Dus ja, vandaar dat er misschien een paar dingen niet... Niks zijn zo zierde kleuren en zo, dus allemaal er niet bij, helaas. Maar toch, het gaat om de baan en niet over... Hoe ik hem al ooit gedaan heb. Hier gewoon 1. En die ging niet echt goed, heb ik het gevoel. Maar ja, die ging niet echt goed. Deze wel. Ja, dit gaat wel goed. Rechtstreeks te horen. Olympia Looping. Natuurlijk de naam bekend. Het is een Duitse achtbaan. Komt ook vaak voor het Duitsland ofzo. Dacht ik. En ja, natuurlijk ook de naam is afgeleid op de Olympische ringen natuurlijk. De 5 Olympische ringen. Waar we dus de loopings doormaken. De groene en de gele nog en dan hebben ze alle 5 gehad. En de gele nog. We hebben de 5 loopings gehad. En dan zijn we bijna bij het einde van deze rit gekomen. Olympia looping. Ik wil hem ooit toch wel eens in het echt gaan doen, maar dan moet ik daarvoor kijken, ja, Duitsland. Als zeggen, ja, ik ben nog nooit in Duitsland een kermis geweest, wel een pretpark, een moviepark. En ik ben deze zomer eigenlijk van plan om nog naar Duitsland te gaan. Dus ja, bij het Duitse pretpark ben ik natuurlijk altijd al geweest. Maar goed, Olympia Looping, het is een heel erg leuke achtbaan. Ik vind het alleen heel raar dat de zwarte looping niet dingen is als de... Als de rode en de, als deze allemaal. Ook beeld verschuiven, dat vind ik jammer. Nu het zal wel zo moeten. Ik vind het een heel erg leuke baan. Maar de laatste is alles beslissend. En het is Pergerin. Ja, Pergerin. Ik zeg het juist. Pergerin. Dat is alles beslissend af. En
Als we deze gedaan hebben, dan weten wij wie gewonnen heeft voor deze aflevering. En Peregrin is geladen. Ik ben benieuwd wat voor type dat wij krijgen, achtbaan. En deze is dus alles beslissend. Want we hebben een hangende achtbaan. De vloer zakt af. Want op het moment verkies ik toch de Olympia looping. Maar deze is nu alles beslissend. Dus ik ben heel erg benieuwd. Deze achtbaan gaat inhouden. En ik zie hier wel een ondersteuningspaal. Een beetje verkeerd staan nu, we gaan er niet door. Dus ik weet ook niet of het karretje hem raakt. Hier komt nog één keer voorbij. Ik ben best wel door. Ik zie er wel een looping gedeelte, denk ik, of zo was het. Ik ben gewoon benieuwd wat Peregrin. Zo is het. Peregrin behoudt. Morgen, dames en heren, komt het tutorial 2 online. Morgen, in plaats van zondag, want zondag komt dan, zoals jullie weten, Akinator aflevering 2. Morgen komt dus de tweede tutorial online. De nieuwe tweede build tutorial. Hier zijn heel veel ondersteuningspalen voor elkaar. En hier is inderdaad dat ding wat ik zei van looping. Dat is dit. Hoppakaas. Nog een keer. Dit is een volledige looping. Dan maken we een pijl op de bochtjes. Dan gaan we over het stationnetje heen. Maken we een barrel holding, achtig wat voor iets. En dan gaan we nog een looping ding maken. Dan veel loopings heb ik de indruk in deze auto nog. Veel dingen over de kop, de kruimetjes. Ik dacht dat ze niks zouden doen, maar ze doen het blijkbaar toch. Nog maar een kurkentrekker. Ah. Zalig. Nog een. En dan denk ik dat we zelfs aan het einde komen. Nee hoor, nog niet. We zijn nog in volle vaart. Door de paden. Eén aan het gaan. En we komen nu wel aan bij het einde. Van Peregrin. Superleuke coaster vind ik het. Dus eventjes de ronde uitvliegen. Ik denk dat deze wint. Hangende achtbanen. Kijk, er staat ook zelfs een vogelding op de staat een vogel of wat moet dingen op de optakeling. De rally looping door de optakeling. Ik vind het een geslaagde achtbaan. En ik zeg dat Peregrin voor mij de aflevering wint. Op de tweede plaats staat dan natuurlijk Olympia looping. En op de laatste helaas Oasis. Volgende week niet, maar de week daarop komen we bij aflevering 18 aan. Met de volgende achtbanen. Plutonium. Revolution, hier staat Revolution al en dit is Q-Dicht. Iets van Duits. Q-Dicht of zoiets. Ik weet niet hoe ik het uitspreken. Maar dames en heren, ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Londen. Ik gaf, nu zei ik het nog. Maar het is No Limits, excuseer. Ik dank jullie voor het kijken naar No Limits aflevering 17. En laat een like achter en abonneer. En laat zelf ook achter welke argument dat jij de leukste vond. En dan zie ik jou hopelijk morgen terug bij een nieuwe build tutorial. En anders weer een andere video op dit kanaal. Dames en heren, dank voor het kijken en tot de volgende keer.